Dat voelt bijna Theresa May-achtig, maar die kwam op. Lieve partijgenoten. Onze partij, ik zei het vanmorgen al, dat voelt voor mij als familie. Wij horen bij elkaar. Wij komen op voor elkaar. En we zorgen voor elkaar. En wie we ook zijn, wij geven stem aan mensen die zeker willen zijn van een vast en eerlijk loon. Van een betaalbaar huis. En van zorg die ook daadwerkelijk zorgt voor mensen. Voor kansen voor elk kind. En dat idee van familie en onze idealen, die blijven mij inspireren. En zo ontmoette ik een paar maanden geleden Marietje. Ik was de gast bij haar zoon Erik en haar schoondochter Simone. En ik mocht plaatsnemen aan een hele grote, eettafel in de keuken. En daar zaten ze, naast mij oma Marietje, haar zoon, haar schoondochter, haar kleinzoon en 8 jongeren die in een warm en veilig gezinshuis liefdevol worden opgenomen. En daar was vlak daarvoor een 9e jongere aan toegevoegd. Een 9e jongere die op straat was komen te staan en in de kou stond. Omdat de regels van de zorg niet langer op hem van toepassing waren. En het was het gezin van Erik die in overleg ging. En 2 van de kinderen zeiden, wij trekken wel samen in 1 kamer. En dan maken we plek voor nog een broer. En zo kreeg ook deze jongen een veilige en een warme plek. En Erik van de Westerlo weet niet anders dan dat dit gewoon is wat je doet. Het is een manier van leven die hem is meegegeven door zijn vader en zijn moeder. En na het eten vertelde Marietje mij over vroeger. En over hoe een vriend van Erik niet langer bij zijn eigen ouders kon wonen. In verband met verwaarlozing. En deze jongen zei, ik kan wel naar tante Marietje. En zo geschiedde ze. Hij werd opgenomen in haar gezin en werd een broer van Erik. En van vergoedingen of een status voor pleeggezinnen was toen nog geen sprake. Maar Marietje stuurde een brief aan de minister-president. Joop den Uyl. En die kennen we. Van onze familie. En daarmee zorgde Marietje ervoor dat pleeggezinnen ondersteuning kregen. Erik en Marietje, waar zijn jullie? Sta eens op. Ga staan en geef ze een heel mooi applaus. Ja, Simone is er ook, ja. Die zijn er alle 3. Erik en Simone. Heel erg mooi. Simone. Ja, het gaat ook om jou. Erik en Simone, wat doen jullie dat mooi. En Erik in de voetsporen van je vader en je moeder. En Marietje, wat zie je er prachtig uit vandaag. Een nieuwe vriendin van mij sinds een paar maanden. Maar jij laat zien hoe een ongelooflijke mooie familie zorgt voor elkaar en voor een ander. Dank jullie wel dat jullie ons voorbeeld zijn vandaag. Heel mooi. Wij zijn de arbeidersbeweging. En niet voor niets zongen wij vanmorgen al de internationale. Want tegen degene die zeggen de sociaaldemocratie is klaar, verleden tijd, zeg ik, laat je niet in slaap sussen. Let op. Kijk naar al die mensen in schijnconstructies. Kijk naar verzorgende in nulurencontracten. Kijk naar flexwerkers en verplichte ZZP'ers. Zij zullen een arbeidersbeweging blijven nodig hebben. Ze hebben ons nodig. Maar ondertussen vieren multinationals feest. Winst en echt alleen maar platte winst is een drijfveer. Hun core business, het ontduiken van belasting. Aandeelhouders bepalen de koers. En over de ruggen van werknemers. En het wordt ze gegeven door dit kabinet. En meer dan ooit is het aan ons om zij aan zij met de vakbeweging te strijden voor fatsoenlijk loon en sociale zekerheid. En een voorbeeld, het werd net gegeven door Twan. Want de JS en wij allemaal hebben zij aan zij gestreden met Sietse. En we daagden Deliveroo voor de rechter.
toen nog zonder groot succes. En ik noem het ook als het mooiste voorbeeld. Want de strijd ging door. En dankzij... En ziet ze, ik zie je al zitten. Je ziet dat ik niet... Ga staan. Dankzij de strijd. Van jou. Een strijd begint met één en hij wordt groot. En jij bent deze begonnen, heel erg mooi. Maar ik vraag ook een applaus en ik weet dat hij het niet wil. Maar Han Buske zit in de zaal. Het was de FNV die het wel voor elkaar kreeg. En dan bijzondere aandacht voor de actie voor Almelo. Monique en Stefan van Baren zijn, ik zei het vanmiddag tegen ze, eregasten vandaag. En het was Jan Schuurman Hes die op zijn fietst, en dat doet hij niet alleen in het kader van dit mooie thema van fietsen op ons congres, maar hij is werkelijk op de fiets door heel het land aan het gaan om verhalen van mensen op te halen. En verhalen van PvdA'ers die in actie komen voor deze mensen. En zo kwam Jan in Almelo terecht. Bij Monique en Stefan van Baren van de Eethoek. Ook wel de Ga-keuken genoemd. De Ga-keuken van Almelo, waar zoveel mensen, zoveel kinderen in armoede opgroeien. En Stefan en Monique zetten zich dag in dag uit in voor deze mensen. 4 maal per week maken zij een gezonde maaltijd klaar voor mensen die dat dus niet elke dag kunnen bekostigen. En dat doen ze niet omdat ze nou zelf zoveel geld te besteden hebben. Dat doen ze omdat ze weten wat het is om elke dag de eindjes aan elkaar te moeten knopen. 4 keer per week een gezonde maaltijd die mensen al niet konden betalen voor de btw-verhoging in januari. Laat staan een uitje voor je kinderen. Laat staan een weekje weg in de zomervakantie. Dus vorig jaar organiseerden Stefan en Monique ook een weekje weg voor vaders en moeders met hun kinderen. En vandaag gaan we ze daarbij helpen. In de boekenclub en bij de kunstveiling. Draag bij, koop iets, bied. Voor zover je dat kunt en voor zover je daartoe in staat bent. Maar help ze om ook dit jaar deze mensen met al hun kinderen dat ene weekje in de zomer aan ontspanning te gunnen. Stefan en Monique, waar zijn jullie? Stefan en Monique. Ah, hier vooraan. Echt waar. Heel veel dank. Heel veel dank. Ja. We hebben inmiddels honderden euro's opgehaald. Maar dat gaat er meer worden als we allemaal helpen. En ik heb net met Gijs afgesproken dat we binnenkort bij jullie langskomen om het eindbedrag aan jullie bekend te maken. Heel veel dank dat jullie vandaag onze gast zijn. Dan, beste mensen, lieve partijgenoten, maak ik zo het podium vrij voor onze Frans Timmermans. Maar voor ik dat doe, een hartekreet van mij. We staan voor belangrijke verkiezingen. En bij deze verkiezingen komt het niet alleen aan op eerlijk delen, maar ook op eerlijk zijn. En we kijken al maanden naar het toneelstukje van Rutte 3. Gesoebat over het klimaatbeleid. Het gaat niet snel genoeg. Of ten koste van gewone mensen. Maar wat de VVD en D66 niet vertellen, is dat juist hun kabinet in de weg staat. Zij kiezen ervoor om grote multinationals te ontzien. En zo kennen we ze weer. En ja, dan gaat het niet snel genoeg. En ja, dan gaat het ten koste van gewone mensen. Zij kiezen ervoor om grootverdieners nog rijker te maken over de ruggen van werknemers. Zij kiezen ervoor om ziekenhuizen failliet te laten gaan in plaats van de marktwerking in de zorg aan te pakken. En zij kiezen ervoor om weg te lopen van een eerlijk pensioenakkoord. En dat is precies waar deze verkiezingen over gaan. Ze gaan over... waar wij voor staan. En ik wil heel graag jullie aandacht vragen voor alle mensen in onze provincies. Want deze verkiezingen gaan niet alleen over de meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Of terugwinnen.
Deze verkiezingen gaan over een eerlijke energierekening. Wie neemt die verantwoordelijkheid? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor fatsoenlijk werk? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor extra betaalbare woningen? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor bereikbare dorpen en steden? Wie neemt het op voor onze mensen? Geef ze een heel groot applaus, want ik ga ze allemaal noemen. Marijke Roskom, kam voor Friesland. En is... Kom erbij. Isolde den Haring, samen met Tjeerd van Dekker, voor Groningen. Isolde, kom erbij. Hendrikus Loof met Kees Bijl voor Drenthe. Kom erbij. Annemieke Wissink voor Overijssel. Peter Kerris voor Gelderland. Dania voor Flevoland. Anita voor Zeeland. Rob voor Utrecht. Adnan voor Noord-Holland. Anne voor Zuid-Holland. En ja, samen met Stijn, Martijn de Kort voor Brabant. Ah, heel mooi, heel mooi. Heel geweldig, geweldig. Hey. Zij, dit zijn de mensen die voorop gaan in de strijd. En laten we één ding afspreken. We doen met ze mee. Doen we mee? Want de campagne begint hier en vandaag. Met jullie en met jullie allemaal. Dank jullie wel.